Lammers van Bergen voor het doel. Lammers houdt even in. Een paar keer brutaal eruit gekomen dus Heerenveen. Graven niet bij Van der Beek. De Jong sluit aan. Tadic. Combinatie loopt Spaak. Maar Ajax heeft de ballen snel weer heroverd dankzij Frenkie de Jong. De Jong. Gedoe rondom een aanstaande transfer van Frenkie de Jong. Lijkt op weg naar een climax. Want er is weer een overleg geweest tussen zijn management. Dat van Paris Saint-Germain. Hier is de Jong. De Jong het 16 meter gebied in. En dan houdt hij hem niet meer binnen. De vlag omhoog gegaan. De bal buiten het spel dus. Goeie bal van Mazraoui. De aanname. De eerste. Flap. Opgejaagd. De Jong. Wat een al te lange bal. Corner Heerenveen. Allemaal in staat te stellen. Een snel antwoord. Niet met deze hoekschop. Blind. De Jong. Niet de enige die mag vertrekken. Tadic. De Jong. Slim balletje van Tadic. Van Ajax. Sintgraven die zich niet bedacht. Paranus. De Jong. Frenkie de Jong. Stond er niet eens uit een doelrijpe kans. Die vielen gewoon. Dat was de laatste. Sintgraaf. Dolberg sluit aan en schiet dan. Of was het de Jong? Excuus. Het was Frenkie de Jong. Rakelings langs de paal. Leest waar die bal terecht zou kunnen komen. Doet hij uitstekend. Het scheelt heel weinig. Want het was 4-1 geweest. De slotfase van de eerste. De Jong die er nu tussen zit. Dat heel knap doet tussen twee tegenstanders in. Ajax met 5-6 man naar voren nu. Frenkie de Jong. Deli Blind sluit aan. Tadic. Uit de kant voet. Daar niets bereikt. Frenkie de Jong. Die komt lelijk neer. Krabbelt wel weer op. Dat is donderdag. Ajax Heerenveen in het bekertoernooi. Volgende week zien. Er zat Van Amersfoort tussen. De Jong. Dan maar de vraag of Taliafico komende donderdag er weer bij is. Klap. Een gemakkelijke interceptie van krijgt Ajax. Dat geldt trouwens ook voor PSV. Dat is tegen een zevende aan Liepen Emmen. Niet zo heel veel doelpunten tegen. 8 tot nu toe. Plus de 2 van Lammers erbij maakte 10. Ajax.
Denk je die op? Zeldzaamheid, 3 tegentreffers voor Ajax. Het gebeurde in Eindhoven. Waar... Ja, de bus terug vanuit... Lammers, de huurling van PSV, die zich dus laat zien in een wedstrijd. Die blind met Lammers. Assistentie van de Jong is minimaal. De Jong. Blind. Schöne. Lammers zit er weer tussen. De Jong. Frenkie de Jong. Lammers continu aanspeelbaar, probeert weg te draaien. Beweging bij de Jong. De Jong krijgt hem ook mee van Tadic. Nu terugleggen. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Blind. Zaneli. Loopt dus al een kwartier nog. Langs het lichaam. Dat kan een kracht zijn, maar het lijkt me nu toch vooral het gevolg van lichte paniek. Als er inmiddels 80 minuten op zitten, dat het nog altijd 3-3 is tegen een tegenstander waarvan iedereen eigenlijk vooraf dacht, ja, dat wordt kanonnenvoer. Blind. Frenkie de Jong, goede beweging van de Jong, het terugleggen. Tadic. De Jong sluit aan. Ajax voert de druk op in de slotfase. Huntelaar, aanname, Huntelaar. Goal! 4-3 Ajax, Klaas-Jan Huntelaar. Levert hem zo in. Dat zag de Jong weer uitwijd. Tackle op de bal van Ziyech. Begin van het seizoen. Heracles houdt de Ajax op 1-1. Er zit niet heel veel energie meer in bij Mazzelmekker en niet zoveel zin heeft. Ja, het is wel met de noppen vooruit. Het is een stevige. De Jong. Ajax met 4 eruit. Heerenveen met 6 terug. Dat zou van... De Jong. De wedstrijd is op zich al gek genoeg. De Jong. Wat kan er nog bij qua gekte? De lichten voren gestuurd.